Daar zijn we dan weer. Even een kleine shopvlog tussendoor. Ben je lekker druk bezig met het huishouden? Ik kom af en toe een beetje naar voren. Dat is om even de boodschappen neer te zetten. Dan weten jullie dat ook, ja. Hoe hoort dat er ook nog allemaal bij? Hoort dat er? Wie was dat nou? Ga jij even lekker ver weg, zodat ik het niet aan kan pakken. Wat hebben we hier? 35% korting. Kerst... Ja, waren dat of kersenflappen? Nou, kersenflappen... Weet het niet. Jij eet alleen verse kersen. Ja, ja. En dan ook nog maar in een heel beperkt seizoen, hè? Ja, alleen tijdens het kersenseizoen. Ja, is dat al een beetje, zat ik te denken? Nee, komt eraan. Zat het op mijn broers verjaardag, want er zijn ook de kersenfeesten. Ik probeer hem even open te maken. Zodat jullie, want het is een dingetje met 35% korting. Ik probeer hem open te maken. Maar ik krijg hem niet zo gemakkelijk open. Het zijn kasteelgebakjes. Het zijn kasteelgebakjes. Maar hoe zien kasteelgebakjes eruit? Ik probeer hem open te maken. Een vierkantje zo. Iedereen weet hoe een kasteelgebakje eruit ziet. Ik wil hem openmaken, maar... Ja. Ik probeer hem echt open te maken. Zodat ik even kan laten zien hoe kasteelgebakjes zijn. Dankjewel. Zo'n lekkere regieassistente, daar word je blij van. Wees je scherp. Even kijken, hoe gaat die open zo? Kijk, kasteelgebakjes. Oh, ja, kijk, kasteel... Hou ik ze nog klaar. Die voor, zeg ik hier. Ja, van die één haps... Ik denk twee happen. Van. Ja. Misschien drie. Drie. Maar ze worden dus als... Ze worden dus als één haps dingetjes neergezet in de markt. Ja, er waren nog iets van citroensloffen, maar ik denk we hebben net slof op. Ja, we hadden net weer een hele slof op. Dat zagen jullie hiervoor, toch? Natuurlijk. Ja, de vorige. Dat zagen jullie vorig weekend. Ja. Een zakje rucola-salade. Nou ga ik even afvragen van... Voor mij voor tussen de middag maak ik twee keer salade. Oké. Okay. Ik heb vakantie. Ja, vakantie, hè? Ja. Jij bent lekker daagjes aan het opmaken. Ja. Heb je al zin in je nieuwe werkgever? Heel erg. Ik wil niet van morgen beginnen, maar jij moet nog even wachten. Je moet nog even wachten en een diploma afmaken, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. Ja, ik zet het even op de grond neer. De aardappel heb je nooit laten zien, hoor. Nee, maar ik heb even wat ruimtegebrek hier. We hadden nog aardappelen, maar die zijn echt niet meer goed, want die liggen nu al 2 weken, 3 weken, 4 weken, 2 maanden. Ja, ik denk een maand in het zonnetje te koekeloeren. En een zakje aardappeltjes, en die hadden we nodig voor... We hebben nog zuurkool en boerenkool, en ik denk het is nu nog voorjaar, laten we even boerenkoolstampot voor van het type maken en zuurkoolstampot. Heel goed, ik zet even een klein dingetje bij, zodat ik even wat boodschapjes erop kan zetten. Eitjes, ja, de eitjes waren op. Ja, en ik dacht dat is ook wel lekker in mijn salade. Ja, en een omeletje of... Ben ik ook altijd wel voorstand, ik hou wel van eitjes. Ja, en hier ging je dus eigenlijk even voor naar de winkel, want we hadden weer een shopper gemaakt en niets apart gehouden. En ja, van een klein beetje yoghurt maken we 2-3 liter. Nee, want er gaat 4 liter melk in. 4 liter melk. En een halve liter slagroom. Ja, dus van dit beetje maken we dus bijna 5 liter slagroom. Of yoghurt. En met een halve beker kun je het ook al aan. En we eten vanavond asperges. Of van de week tussen de middag dat ik het voor mezelf maak. Of ik ga aspergesoep maken en dat kun je invriezen dus. Ja, ik vind het heerlijk. Er zijn mensen die houden niet zo van asperges. Ik kan even niet zo snel opnoemen wie... Is er zit in de familie. Het zit bij jou in de familie, ja. Die echt... die gruwelt er met een grote geen van, hè? Ja. Ja, die hoeft dat niet te hebben. Nee. Is
De hele familie zit ervan te smullen en hij zit er echt bij te gruwelen. Nou, we gaan niet zeggen dat het je broer is, toch? Nee, doe maar niet. Nee. Maar volgens mijn neefje ook, geloof ik, hoor. Ja, laatst hadden we bij je ouders... ik zat even op te letten. Je nichtje wel, hè? Die eet zo weg, volgens mij. Maar die eet toch heel veel dingen zo... Ik ging me woensdag... Oh nee, dat is niet die, sorry. Ik dacht, we eten vandaag lekker warme broodjes. Laten we er ook wat toonsalm op doen. Oh. Daar is de grill weg. En... Ja, daarom. En... ja, ik hou er wel van. Het is gerookte zalm, dus dat durf ik wel. Dat durf je dan wel aan. Hè. En ik zie wat scharp kiphaasjes. Ja, voorop mijn salade. Ik zou graag scharrelkiphaasjes. Moet u mij toch even vertellen. Is er tegenwoordig nog in Europa plofkip te krijgen? Vast wel. Nee, dat mag niet meer. Heel Europa al jaren niet meer. Zo gauw je... Ja, even... maar volgens weet ik dat wie was dat nog tijger natuurlijk wel. Ja, maar... Ze mogen het ook niet meer importeren, dus hoe dan? Al die plofkippen gaan nu naar Amerika, want als ik echt mega kippen. Ja, dat zijn echt meer dan kalkoenen, maar in Europa, het mag niet meer. Anders is het een blije uitloopkip. Nou, dit is de schattelkip. Ik ga mijn woensdag mezelf verwennen. En waarom per se woensdag? Omdat ik de eerste twee dagen salade heb. Oh ja. Met kip en eieren en... En dan mag ik het gewoon doen met een boterhammetje uit de koelboxje. Ja, maar weet je, over 2 weken heb jij vakantie. Ja, voor 3 weken nog. Ja, dat moet ik even inkorten. Klinkt heel raar, ik moet even mijn vakantie inkorten. Ja, want anders heb ik dan najaar weer geen vakantie wanneer we... Wanneer we even samen kunnen zijn. Daar weet nog niemand namelijk. Nee, maar wanneer we... Nee. In ieder geval, onze vakanties lopen nu helemaal niet meer gelijk. De vorige jaren deed John altijd... Het roet in het eten gewoon. Dit jaar dacht u net... Wie? Ja, en ik zag eigenlijk vanmorgen nog in onze leader staan, in onze... side note, wie we zijn en een kleine presentatie en daar staat ook op dat we fietsen. Nou, ik kan u beloven, we hebben dit jaar nog geen fiets aangedaan. Jawel, ik doe het gewoon boodschappen. Ja, jij doet je boodschappen nog op de fiets, maar echt een Johnny, nee, als ik ook het woord fietsen zeg, dan kijkt die bal ik aan. Ja, nee, we hebben er nog, We zitten er niet in, maar ik bedoel eigenlijk meer de fietstochten die we doen. We zitten er niet in. Het loopt allemaal even compleet anders in de laatste jaren eigenlijk. Hè? Niet alleen voor door corona, maar het loopt helemaal langs in elkaar. In 2020 hebben we nog het fietsenspad gefietst en daar is het gestopt. Daar is het echt gestopt, ja. En niet dat het niet beviel heel goed. Heel goed, maar... Ja, toen ging jij naar de werkgever waar je überhaupt niet in de zomer vrij kon zijn. Of nee. In het voorjaar, of in het najaar, of in de winter. Ja, en nu ben jij in een... Ja, en nu dacht ik... Ik gooi eens even de billen tegen de krip. Ik sta al een tijdje met de achterham. Ja, groot. Ja, en u ziet het rode embleem. Dat wil zeggen dat het... Zie jij een lekkere babbetje met ham eten? Ja, babbetjam. U ziet het rode embleem ten teken dat het... Oranje embleem ten teken dat het een bonusproduct is. Ook wat dat weer voordelig. Nou, ik had nog even de KNA-korstjes. De guilty pleasure van Judith had ik in de handen. En het volgende deel waarvoor je naar de winkel ging was de... Allesreinige. Ik wou zeggen op beeld van, is dit daar ook nou een sticker op van 35%? Nee. Maar even, ik sta natuurlijk in een heel klein beeldje te kijken. Nou, daar ging je eigenlijk voor naar de winkel. Ja.
Maar ook voor salade voor mezelf. De soep is erbij gekomen. De soep is erbij gekomen. Dus jij gaat zo, en de knakworstjes. Gaat zo even lekker soepje voor ons maken. Nee, ik laat misschien voor tussen de middag, later op de middag. Ja, want ik hou liever van een eitje dan. Ja, ik ga daar zo. Nee, we hebben grillworst en we hebben zalm. Oh ja, we hadden hele lekkere grillworst. Die had ik nog gekregen bij... Nee, die heb je gekocht. Ja, oh ja, die had ik gekocht bij Jantje de Poelier. Ja. Ja. Janetje, toch? Hè? Janetje, toch? Jantje de Poelier. Oh, ik dacht Janetje. Ja, het zijn een broer en zus die het nu doen, maar laat maar zitten. Jantje de Poelier uit Middelie. Erg lekkere grillworst. Hele goede grillworst trouwens. Ja. Nou, dat was het eigenlijk. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende. Ja, val hem maar aan. Val ze maar aan en zet hem uit. Je hoort het. Moet het zelf doen. Ja, moet het wel zelf doen. Komt ie aan hoor.